we spelen 5 hele goede wedstrijden, waarvan je er 1 wint. En dat had net zo goed kunnen zijn dat wij de eerste wedstrijd van Cuba misschien niet, maar de tweede wedstrijd tegen Taiwan hadden we kunnen hebben. De allereerste wedstrijd, nee, de tweede wedstrijd van ons tegen Taiwan hadden we kunnen hebben, hadden we moeten hebben. We laten het constant op een verkeerde manier glippen. Ik bedoel, vandaag gebeurt er iets. Oké, je weet dat de honkloper op 2 heel veel snelheid heeft, maar je stuurt hem door. Je weet ook de informatie dat de linksvelder geen superarm heeft, maar de bal werd heel hard geslagen, dus dan moet je hem tegenhouden. Mijn rechtsvelder die vangt een bal, die moet je laten vallen en hopen op een dubbelspel. En vervolgens, ja, je scoort 3 punten en je krijgt tegelijk weer 3 terug. Ja, dan is het niet goed. Toen jullie die 3 punten scoorden in de 5e inning, dat zag er even heel sterk uit en het momentum lag helemaal bij Curaçao. Ja, misschien hadden we nog 2 punten moeten scoren, maar dan nog. Ik bedoel, als je 3 punten scoort, 2 punten scoort en je geeft ze gelijk weer terug, is niet goed. Ja, verwijt je jouw pitcher zit? Ja. Ja, ik denk dat hij net, ik denk dat hij dacht van joh, 3-0, ik wals er doorheen, ik kom er doorheen. Maar ja, dan komt hij met 4 wijd, een honkslagje, geraakt werpen. Alles zakte in die inning weer in elkaar. En dat is gewoon jammer. Isabella, maar daarna, je komt vrij laat eigenlijk met Kelly die het zo geweldig deed, die eerste wedstrijd tegen Nederland. Ja, je hebt natuurlijk een gameplan. Ik bedoel, 1 keer heel goed tegen Nederland, dat wil niet zeggen dat je de tweede keer weer goed tegen Nederland. Ik wilde hem eigenlijk voor 1 naar 2 innings. Ja, uiteindelijk is het 3 geworden. Ja, hij stond er sterk. Ja, voor Curaçao is het kans op finale is verkeken, maar ik zie volgens mij wel een trots team. Ja, nee, het is een hartstikke trots. Ik bedoel, 2 jaar geleden verloren we zelfs met 17-1, met 10-0, 6-0. En 2 jaar later, dan sta je er weer en dan laat je gewoon zien, hé, ik ben er. En je wint ze niet, maar je laat wel zien, hé, we kunnen met deze teams kunnen we gewoon mee. Heeft vandaag wel de sterkste gewonnen, denk je? De sterkste heeft gewonnen vandaag.